Nou, volle bak, hartstikke leuk. Dus Sydney, wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag mag ik iedereen welkom heten, maar even uitgelegd Ted Velkamp, want die gaat ons weer meenemen in de waterinfiltrerende verharding. En dan in het kader van het raakproject waar Floris natuurlijk ook veel bij betrokken is. En wat ik ook wel opvallend vond, is dat het ook over de TKI Holleweg ging. En Ja. met de resultaten daarvan. Dus dat is wel heel leuk. Klopt dat nog, Ted? Of was dat iets waar Nick per se bij moest zijn? Ik dacht het niet, hè? Nou, ik geef wat eerste resultaten. We zijn nog niet klaar, dus de rest wordt nog vervolgd, laten we het zo zeggen. Dus we hebben eigenlijk al een sneak peek, preview peek voor de resultaten. Nou, dat is hartstikke leuk. Het is jammer inderdaad dat Nick er niet bij is, maar Ted kan dat in er eentje geweldig. Ik had er ook al eerder meegemaakt. En anders kunnen we altijd nog allerlei zaken over waterinfiltrerende verharding bespreken. Dus ik denk dat er weer een hele leuke bijeenkomst gaat worden. Toch een beetje met de tijd, want we hebben meestal tekort. Zullen we maar gewoon van start gaan? Komen nog wat mensen binnen. Lijkt me heel goed, inderdaad. Ja. En Ted, als jij wilt delen, ga je Ja, gang. ga ik doen. Even mijn scherm delen. Eerst, Als het eerst. goed is, zijn jullie in beeld. Precies. En je vertelt nog even wie je bent, hè, Ted? Ik ken je Zeker, natuurlijk, maar ja, dat geweldig. doe ik. Oké. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Ted Veldkamp. Ik ben docent onderzoeker water- en klimaatadaptatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Het woord zegt het eigenlijk al, hè. Docent bij de wateropleiding. Annelies Straatman is hier ook aanwezig vandaag, daarbij betrokken. En onderzoeker in het lectoraat water in en om de stad. En in die hoedanigheid leid en doe ik mee aan verschillende onderzoeksprogramma's. De meeste georganiseerd rondom water- en klimaatadaptatie, niet verrassend, maar deze in het bijzonder gaat over waterbergende wegen. En goed om inderdaad daarbij even uit te leggen dat er verschillende projecten lopen of gelopen hebben rondom dit thema. Samen met de Hanze Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam en andere partners hebben we de afgelopen jaren een project gedraaid wat Infiltrerende Stad heette. En wat zich voornamelijk op eigenlijk de bovenste toplaag focuste van de infiltrerende verharding. Hoe functioneert dat nu? Hoe kunnen we MKB'ers met name ook ondersteunen, zodat zij hun innovaties op de markt kunnen brengen. En dit project, de Waterbergende Weg, is daar eigenlijk een voortvloeisel uit. We kwamen erachter dat die toplaag alleen niet voldoende zegt over het succes van zo'n waterbergende voorziening in zijn geheel. En dat je behalve over die toplaag ook iets moet weten over eigenlijk de hele interactie van het systeem. Dieper de ondergrond in en ook kijkend naar nog wat andere aspecten dan alleen maar dat hydraulisch functioneren. Kortom, daar hebben we een voorstel rondom geschreven. Ook weer met dezelfde, of grotendeels dezelfde partijen. Dus Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht daarbij. En het verschil is dat dit een raakpubliek project is. Dus met veel publieke partners, veel gemeenten, waterschappen en andere publieke organisaties die met dezelfde vragen zitten, hebben we getracht een voorstel op te bouwen. Dan is er nog het TKI-project Holleweg, wat hier in parallel aanloopt en waar we elkaar voeden, laten we het zo zeggen. Het TKI-project Holleweg richt zich voornamelijk op de hydraulische capaciteit en stabiliteit van waterbergende of holle wegen. Wordt geleid door Deltares, ook weer in combinatie met de diverse partijen. En heeft daarbij ook een hele groep aan aannemers om zich heen verbonden. Op die manier krijgen wij vanuit de aannemerij, vanuit dat veld, ook weer input voor dit project om daar ook antwoorden op te geven. Dus het is een beetje een combinatie van verschillende projecten die ik hier zal presenteren. Even kijken dat mijn sheets ook draaien dan. Ja. Even een algemene intro. Voor de meesten wellicht wel bekend. Voor de anderen toch nog handig om te ontvangen. Klimaatextremen, droogte, extreme neerslag vereisen een klimaatbestendige inrichting van de stad. Gemeenten willen dat ook graag. We zien veel bewustwording rondom deze opgaves. Niet
of tenminste logischerwijs ook een voortvloeisel uit onder andere de stresstesten die gemeentes hebben ondernomen. En veel gemeenten zijn inmiddels in dat stadium van oplossingsrichtingen formuleren en ook implementeren. Maar wat we in de praktijk zien is dat, en dat laat het plaatje hier op rechts mooi zien, dat zowel bovengronds als ondergronds het behoorlijk druk bezet en bezocht is. En dat het lang niet altijd even makkelijk is om, ondanks alle goede voornemens, die klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk tot uitvoering te brengen. Nou, dat is een grote opgave voor gemeenten, want tegelijkertijd hebben ze wel die doelstelling om klimaatrobuust ingericht te zijn in 2050. De tijd tikt door en de weg gaat her en der open. En elke keer als zo'n weg open gaat en weer dicht gaat en we doen eigenlijk niets, dan ja, missen we toch voor de komende x aantal jaar daar in ieder geval de boot. Dus we proberen nu middels een aantal onderzoeken, en de Waterbergende Weg is daar één van, groen-blauw is een ander onderzoek. Ja, proberen we daar toch meer momentum in te genereren, dat daar waar werkzaamheden plaats gaan vinden, ja, dat daar ook klimaatadaptief gehandeld wordt. Wij zien de weg als kans, en met wij bedoel ik het consortium wat dit voorstel geschreven heeft. Even als een voorbeeld, in de G4-gemeente, daar ligt alleen al meer dan 6000 kilometer aan weg. En daarmee biedt die openbare weg in potentie een mooie kans tot waterberging, tot infiltratie, tot waterberging. In ieder geval om die steden weerbaarder te maken ten opzichte van klimaatverandering. Waterberging in de weg is niet nieuw. Ik zie een hoop bekende gezichten hier. Gezichten die allemaal allang al experimenteren met diverse vormen van waterberging. En ongetwijfeld ook diverse ervaringen hebben. Of het nu gaat om dat infiltrerend oppervlak, waterpasserende of waterdoorlatende verharding. Of diverse vormen van waterberging dieper in de weg gelegen. Er wordt een hoop getest en beproefd. Maar wat we zien is dat ervaringen niet uniform zijn. En dat ervaringen ook niet altijd even goed zijn opgetekend. Waardoor het lastig is om vervolgens een stap verder te kunnen maken in dit proces. Om tot keuze te komen in voorzieningen en eventueel binnen het stedelijk gebied, binnen bepaalde gemeentes, tot opschaling te komen. Tegelijkertijd, gegeven dus die uitdagingen aan het oppervlak en in de ondergrond, zien we ook dat er behoefte is aan wellicht slimme of misschien wel zelfs simpelere, flexibele en technische ontwerpen die recht doen aan die drukke ondergrond. Dus je kunt natuurlijk zo'n ondergrond volstoppen met allerhande constructies. Hoe ingewikkelder, hoe mooier. Maar is dat hetgeen waar we naartoe moeten, of moeten we juist gaan voor de relatief simpele opties die ons meer ruimte bieden om ook die andere opgaves die we hebben in het stedelijk gebied een plek te geven in de ondergrond? Nou, dat is de vraag die we proberen terug te laten komen in dit project. En wat we dus merken is dat eigenlijk niet zozeer een gebrek aan kennis, maar wel een gebrek aan vergelijkbare kennis of een overkoepelende kennisbasis en onzekerheden omtrent een aantal factoren, dat die gemeentes belemmeren in ieder geval om grootschaliger met dit soort voorzieningen aan de slag te gaan. Wat zijn die kennishiaten dan? In ons projectvoorstel vorig jaar hebben we er een aantal opgetekend uit diverse gesprekken met gemeenten, ook wel uit eerdere onderzoekservaringen. Allereerst zijn dat vragen rondom stabiliteit en hydraulische capaciteit. Wat biedt zo'n waterbergende weg je nu aan infiltrerend vermogen, aan bergend vermogen? En wat zijn de kritieke randvoorwaarden? Hoe hoog kan je dat water opzetten? Hoe lang kan dat blijven staan zonder dat tot problemen leidt? Een tweede vraag betreft de lokale effecten van de hydrologie. Dus dan hebben we het meer over grondwaterstanden. Hoe lang zijn die effecten nu terug te zien op het moment dat zo'n waterbergende weg zich vult? En tot waar in het gebied? Als we het straatprofiel bekijken, hoe ver lopen die grondwaterstandseffecten door? Is dat tot onder de huizen? Is dat tot in de achtertuinen? Of is dat veel dichterbij? En is dat effect veel minimaler? Dan stedelijke opschaalbaarheid. Wat zijn kansen en
risico's voor mogelijke opschaling van waterbergende wegen in de praktijk? Welke factoren, waar moeten we rekening mee houden? We hebben het dan over grondwaterstanden, type ondergrond, maar ook gebruik van de weg. Is dat een 50 kilometer weg of een 30 kilometer weg? En wat voor verkeer gaat daar overheen? Hoe druk is het in de ondergrond qua kabels en leidingen? Welk type innovaties lenen zich om daar in de ondergrond terecht te komen? Nou, wat zijn de kosten en baten? In hoeverre zijn dit soort voorzieningen kosteneffectief ten opzichte van andere oplossingen? En hoe krijgen we dat nu voor elkaar in de praktijk? En hoe maken we dat dan ook tot een succes in de praktijk? Dat zijn vragen die we, of tenminste waar we dit project mee gestart zijn. En waar langs we ons project en ook de onderzoeksactiviteiten hebben vormgegeven. Nou, zoals gezegd, we hebben dat in een voorstel gegoten, vorig jaar of twee jaar geleden eigenlijk. Een SIA-RAAK publiek voorstel. En we zijn daar vorig jaar, om en nabij nu een jaar geleden, mee aan de slag gegaan. En inmiddels halverwege, en even voor de volledigheid ook het consortium hier opgelijnd wat daar aan meedoet. Wat ik nu wil laten zien is een aantal resultaten van dit project. Zoals gezegd, dat zijn eerste resultaten van eigenlijk de eerste ronde aan analyses die we hebben uitgevoerd. En dat zijn systeemanalyses, dus een vergelijkend waardeonderzoek van systemen. Dat zijn praktijkproeven die we hebben uitgevoerd. En wat eerste resultaten van monitoringssystemen die inmiddels in de ondergrond gestopt zijn bij diverse gemeenten. En dan nog een korte vooruitblik naar de activiteiten die we voor het komend jaar op de rol hebben staan. Nou, allereerst dan een systeemanalyse en daarbij hebben we ons eigenlijk afgevraagd welke systemen bestaan er nu eigenlijk, wat zijn hun karakteristieken en hoe werken ze. En we zijn hier nog niet volledig in, maar om een eerste overzicht ook te geven. Als we het hebben over waterbergende wegen, dan kunnen we een onderscheid maken in allereerst het infiltrerend systeem. Dus hoe breng je dat water de ondergrond in? En we hebben het dan over verschillende typen doorlatende of passerende verharding. Of het brengen van dat water de ondergrond in via kolken bijvoorbeeld. Of ondergrondse toeleverantie vanaf woningen. Een aantal voorbeelden daarvan. Ik praat sneller dan de figuren naar voren komen. Ten tweede hebben we het dan over het waterbergend systeem. Daar waar het water geborgen kan worden. En voor langere tijd, een x-aantal uur opgeslagen kan worden. Een poreuze, relatief poreuze ruimte ten opzichte van de standaard die dus meer waterbergende capaciteit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in de weg of de wegfundering. Een aantal voorbeelden daarvan waar je aan zou kunnen denken om een beetje de variatie van systemen te laten zien. Rockwool of rockflow, bufferblocks, kratten en granulaat. En je ziet eigenlijk meteen al, die hebben allemaal verschillende karakteristieken van vrij harde geconsolideerde systemen tot hele poreuze systemen, maar wel met een bepaalde infrastructuur zoals die kratten, tot eigenlijk systemen die misschien het meest dicht liggen bij onze natuurlijke wegvulling, om het maar zo te zeggen. Dus de verschillende type granulaat. En die misschien in die zin ook wel het meest flexibel zijn als het gaat om overig gebruik van de ondergrond. En dan tenslotte hebben we het afvoerend systeem. Dat water wil je niet per se daar oneindig hebben laten staan. Idealiter kun je dat gecontroleerd afvoeren. En we hebben het dan bijvoorbeeld over een dit systeem, maar daarbij valt natuurlijk ook te denken aan natuurlijke infiltratie de ondergrond in, afhankelijk van het type bodem wat je daar onder hebt liggen. Een tweede vraag die wij ons stelden, of waarlangs we het onderzoek nu hebben uitgevoerd, is hoe functioneren die waterbergende wegen nu in de praktijk? En we proberen die vraag dus niet alleen maar te beantwoorden door dat oppervlak te bemonsteren, bijvoorbeeld middels full-scale tests, maar zeker ook te kijken naar die diepere lagen van die waterbergende voorziening om een beter begrip te krijgen van die hele systeemwerking van dat systeem. Hoe doen we dat? Middels een aantal methodes. De klassieke full-scale infiltratieproef, natuurlijk. Die voeren we uit om toch ook gewoon een eerste beeld te krijgen van het infiltrerend vermogen van zo'n voorziening. Maar aanvullend daaraan doen we nog een aantal andere proeven gericht op de berging en de afvoer. Om eigenlijk die verschillende
componenten van die waterbergende voorziening los van elkaar te kunnen beoordelen. Dus je hebt inderdaad die toplaag. Nou, daar zou je iets over kunnen zeggen in eerste instantie met een full-scale infiltratieproef. Maar om dat daadwerkelijk te begrijpen, het functioneren van die toplaag ten opzichte van de diepere lagen, moet je toch ook een aantal aanvullende analyses doen om te zien, ja, waar dat water stokt, bij wijze van spreken. Dus daarvoor doen we ook proeven op de straatlaag bijvoorbeeld. En we doen ondergrondse verzadigingsproeven om te zien in hoeverre we die berging gevuld krijgen. En wat de afvoersnelheden zijn van zo'n voorziening. Aanvullend kijken we naar stabiliteit. Vanuit het Waterbergende Berg project SEC doen we dat nu in eerste instantie met behulp van visuele inspectie. En we zijn bezig om daar nog een aantal aanvullende proeven voor te formuleren. Waardoor we onder andere middels grondradar van Piet Zijlstra en collega's en MKB'ers die daar ook proeven mee doen. Om daar ook iets over stabiliteit mee te kunnen zeggen. Verder zijn we in overleg en op zoek naar een locatie die we nou niet zozeer kunnen opblazen, maar waar we de randen van het mogelijke kunnen opzoeken. En we lijken er nu één gevonden te hebben ergens in Amsterdam, waar we nou toch een aantal stabiliteitsproeven, verzadigings- en stabiliteitsproeven kunnen uitvoeren om te zien wat nou een soort van het maximaal mogelijke, of eigenlijk dat wat net niet meer mogelijk is, kunnen achterhalen. Misschien een paar eerste resultaten dan. Als we kijken naar de infiltratiesnelheid en capaciteit, dan zien we dat de locaties waar we nu proeven hebben uitgevoerd binnen dit project, dat zijn er een stuk of 15. Daarnaast baseren we ons ook op resultaten van eerdere onderzoeken, dat zijn er veel meer. Dan zien we eigenlijk dat de algemene performance, dus de ik wist even het Nederlandse woord niet, wat performance, gewoon hoe het werkt en of het goed werkt, dat die over het algemeen best goed is. Over het algemeen meer dan 60 tot 80 millimeter per uur, met daarin verschillende uitschieters naar boven en naar beneden, natuurlijk. Wat we tegelijkertijd ook zien is dat als we kijken naar die infiltratiesnelheid en we vergelijken dat met de ouderdom van een systeem, dan zien we dat dat afneemt met de tijd. Een eerdere analyse, en Floris en ik proberen daar nu een publicatie van op te schrijven, van factoren die daaraan ten grondslag liggen, laten nog niet een heel eenduidig beeld zien. Dus we hebben wel een gevoel dat daar de factor beheer en onderhoud een rol speelt, natuurlijk. Maar ook dat omgevingsfactoren en het type ondergrond bijvoorbeeld een rol spelen. Maar we krijgen dat nog niet middels statistiek eruit. Daar hebben we denk ik toch nog meer proeven en meer onderzoek voor nodig om dat echt vast te kunnen leggen. Wat we in ieder geval zien is dat die infiltratiesnelheid door de tijd heen afneemt. En die neemt af met zo'n 42 mm per uur per jaar. Nou, als je dan dat vergelijkt met startwaardes, die initieel dan dus vrij hoog zijn, dan kun je doorrekenen hoe lang zo'n voorziening zo ongeveer meegaat. Een voorbeeld dan, even kijken hoor. Ja. Deze hebben we dit najaar beproefd. Collega's van de Hogeschool Rotterdam hebben deze beproefd. En die Bruins, ik denk dat hij hem misschien ook wel heeft laten zien hier al. Maar hij blijft leuk om te laten zien. Een voorbeeld van een locatie die het extreem goed doet. En dan heb ik toch Nick nodig hiervoor. Er zit in ieder geval rockwool onder. En het is volgens mij een infiltrerende waterdoorlatende verharding. In combinatie met rockwool in ieder geval. Nou, wat je ziet is dat hij zuigt dat water letterlijk op het systeem in. We konden het bijna niet meten zo snel als het hier ging. Maar de infiltratiesnelheid was hier in ieder geval extreem hoog. Met een 4500 mm per uur. Zeer ruim boven gewenste normering. Je zou je kunnen afvragen of, en ik geloof dat dat ook zo is. Ik begreep van Paul Geluk dat hier ook wel een stukje overdimensionering heeft plaatsgevonden. Omdat, en nu weet ik het weer, er zijn hier viltjes rondom gelegd in plaats van op bijvoorbeeld 1/4 van de voeg. Dus de infiltrerende capaciteit is hier een stukje overgedimensioneerd. Ten tweede kijken we dus naar die ondergrondse verzadiging en afvoer. Dat doen we door een systeem herhaaldelijk te vullen en
En hem dan vervolgens leeg te laten lopen. En ja, we meten dan hoe snel zo'n systeem ledigt en vult. En daarmee proberen we ook de daadwerkelijke opslagcapaciteit van zo'n systeem te achterhalen. En we kijken tegelijkertijd dan, op het moment dat daar al meetsystemen in de omgeving staan, wat het effect is op nabijgelegen grondwaterstanden. Nu kun je je voorstellen dat grotere systemen niet zo heel makkelijk zich laten vullen en ledigen. Je hebt daar dan best veel tankwagens voor nodig om zo'n systeem vol te krijgen en om dat systeem te kunnen vullen en dat ook te kunnen vastleggen met je meetsystemen. Maar we hebben het geluk gehad onder andere dat er bijvoorbeeld in Heemskerk en omliggende gemeentes in juni 2021 een enorme regenbui was, die eigenlijk voor dit effect heeft gezorgd. Dus die heeft in ieder geval in Heemskerk en de waterbergende wegen daar op locatie gezorgd voor een complete vulling van dat systeem. Vervolgens daar hebben we van kunnen vaststellen hoe die lediging ook verliep. En dat zie je hier op de grafiek. Wat je hier ziet is in de bovenste lijn, die lichtgrijze lijn, dat zijn de extreme buien die daar hebben plaatsgevonden. Twee om precies te zijn, op 18 juni volgens mij en misschien net 20 of 21 juni. Dan zie je een zwarte lijn die het maaiveld aangeeft. En dan zie je twee lijnen die eigenlijk op verschillende plekken in die waterbergende voorziening de vulling van dat systeem tot op het maaiveld, zo ongeveer, en dan vervolgens ook de lediging van dat systeem laten zien. De onderste groene lijn die laat het verloop van de grondwaterstand over tijd zien op een nabijgelegen locatie. En daarmee zie je eigenlijk heel goed de werking van zo'n systeem gevisualiseerd onder extreme omstandigheden. En zie je ook in dit geval dat zo'n systeem eigenlijk precies doet wat het moet doen. Het zorgt voor een stukje afvang, namelijk het vangt die extreme bui op. Vervolgens geeft hij die extreme bui vertraagd af aan de omgeving. Doet het de grondwaterstanden een beetje stijgen. Wat dan vervolgens langzaam weer uitdooft als die extreme buien eenmaal geweest zijn. Dit is iets wat we dus onder natuurlijke omstandigheden hebben kunnen vastleggen. Op kleinere locaties met afgebakende systemen kunnen we dit ook simuleren. Dus we zijn nu met verschillende partijen in overleg, zoals een gemeente Amstelveen, waar ze een wat kleiner systeem aanleggen die wel vulbaar is. Met bijvoorbeeld één of twee tankwagens. En dan zijn we ook in staat om dit soort situaties te simuleren. En dat gaan we verder onderzoeken in dit project. Stabiliteit dan. Zoals gezegd, nu vooral middels visuele inspectie. Twee voorbeelden daarvan. Een systeem weer in Heemskerk van om en nabij 6 jaar oud. Wat er eigenlijk nog prachtig bij ligt. En geen enkele sporen van deformatie laat zien. Tegelijkertijd een systeem beproefd in Amsterdam met een bepaalde opbouw een half tot 1 jaar oud, waar we eigenlijk heel dicht op zitten, letterlijk en figuurlijk. De HVA is hier om de hoek. En waar we al heel snel als gevolg van bepaalde keuzes in de systeemopbouw spoorvorming, klapperende stenen constateerden. En waar ze nu verder mee gaan in de doorontwikkeling van dat systeem. Om toch bepaalde keuzes recht te zetten, laten we het zo zeggen. In zekere zin kun je ook dan spreken van een geslaagde pilot. In die zin dat je dat ze hier niet meer zullen kiezen voor die voegvulling, dat straatmateriaal. En dat ze daar andere keuzes zullen maken. Grondwaterhydrologie dan. Wat zijn de effecten op het grondwater en hoe ver of hoe lang rijken ze ver en lang in de tijd of in de ruimte? Dat doen we aan de hand van grondwatermonitoring. Een voorbeeldje, dit is een figuur van Wareco, maar een heel mooi figuur wat ik vaak gebruik om het idee van grondwatermonitoring te
te demonstreren. Wat we doen met behulp van grondwatermonitoring is dat we een raai met pijlbuizen slaan. Idealiter tot in de achtertuinen van de aanpalende huizen. Dwars over het wegprofiel in de verschillende lagen van die weg. Om vast te leggen op verschillende dieptes hoe ofwel de voorziening functioneert. Ofwel de grondwaterstanden functioneren. Als gevolg van ofwel vulling en lediging van het systeem middels een waterwagen of regen. Wat voor resultaten zouden we daar dan kunnen verwachten? En dit is iets wat natuurlijk nog loopt. De eerste monitoringssystemen zijn als onderdeel van het project bij wijze van spreken net ingeregeld. Tegelijkertijd hebben we het geluk dat we gebruik kunnen maken van een aantal bestaande systemen die al aanwezig waren, zoals in Rotterdam. En dit is een voorbeeld van een systeem in Rotterdam wat al aanwezig is. Om even uit te lichten welke resultaten we ook verwachten vanuit de andere systemen. Wat je hier ziet is verschillende lijnen die de grondwaterstanden op verschillende plekken in zo'n raai demonstreren. Variërend van de achtertuin tot midden in de rijbaan. En wat we daarin zien in dit geval is dat we een dempend effect van extreme waarnemen. Waar je in die achtertuinen behoorlijke variatie ziet, zie je dat in die rijbaan eigenlijk helemaal niet terug. En in dit geval is er ook actief grondwaterpeilbeheer uitgevoerd in die rijbaan. En dat is ook wat we daarin terugzien. En we zijn nu benieuwd, ook op andere locaties. Sommige wel met actief grondwaterpeilbeheer, andere zonder actief grondwaterpeilbeheer. Wat daar de verschillen tussen zijn als we dat soort verschillende systemen met elkaar vergelijken. Dus in hoeverre zien we dat dempende effect van die grondwaterstanden op locaties zonder actief grondwaterpeilbeheer ook terugkomen en doet die waterberg de weg dat eigenlijk zelf al een beetje. Kosten en water dan, en ik kijk ondertussen even naar de tijd, 5 uur. Ik zal het kort houden. Kunnen waterbergende wegen zich meten met conventionele oplossingen? Wat zijn nu precies kosten en baten? Wat we daar gaan doen, daar zijn we nu hard mee bezig, is het updaten van de bestaande MKBA-toolbox die we in eerdere projecten ontwikkeld hebben. Dat is de toolbox, het klimaat past ook in uw straatje. Die gaan we beter geschikt maken voor waterbergende wegen. Niet alleen voor waterbergende wegen, ook overigens ook voor groenblauwe voorzieningen. Een ander project waar de Hanse Hogeschool leiding aan geeft. We gaan kosten updaten, baten updaten en wat additionele data toevoegen, zodat we ook bijvoorbeeld over die drukte van de ondergrond iets kunnen zeggen. En daar misschien niet in euro's per se een uitspraak over zullen kunnen doen, maar misschien op non-monetaire termen. Dus meer in de richting van een MCA of een LCA analyse, daar wat aanvullingen in doen. Daar heb ik wat voorbeelden van, maar die sla ik omwille van de tijd even over, omdat ik denk dat het interessanter is wat discussie te voeren. Dus dan schiet ik even door. Stedelijke opschaalbaarheid dan. Ook dat is iets wat we nu net hebben ingezet als onderdeel van het project. We zijn nogmaals halverwege, dus we gaan nu eigenlijk een beetje van het meten en monitoren af. Dat is ingeregeld, dat vindt plaats nu meer aan de slag met de andere activiteiten, onder andere stedelijke opschaalbaarheid. En daar willen we kijken of we op basis van een aantal criteria, met behulp van een GIS-analyse, een algemener beeld kunnen schetsen van de kansen voor dit soort voorzieningen in het stedelijk gebied. Een eerste aanzet daarvoor is al gedaan, onder andere door Deltares, die daar een studie naar hebben gedaan en ook die resultaten worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de climate scan, waar een kansenkaart infiltrerende voorzieningen ligt. En daarop borduren we voort in deze activiteit. We gaan kijken naar de ruimte op straatniveau, het gebruik van de openbare ruimte, de ruimte in de ondergrond, bodemtype en grondwaterstanden, om op die manier tot een kansenkaart waterbergende voorzieningen te komen. En combineren dat met de eisen van gemeenten om dat ook te toetsen. Tot besluit dan, na een jaar onderzoek, waterbergende wegen, ben ik steeds meer van de overtuiging dat het zeker een
veelbelovende oplossing is voor de klimaatbestendige inrichting van de stad. Zeker op plekken waar je de ruimte ontbeert om bijvoorbeeld met groene oplossingen uit de voeten te kunnen. Dan zijn waterbergende wegen echt een kans. Er zijn een aantal succesfactoren voor implementatie. Niet verbazingwekkend langs de verschillende thema's zoals wij die onderzoeken. En die succesfactoren proberen we nog wat verder te duiden als onderdeel van dit project. Wij gaan nog een jaar verder om die succesfactoren nog beter te kwantificeren en gemeenten daarmee een startpunt te bieden voor daadwerkelijke implementatie, grootschaligere implementatie van waterbergende wegen in de praktijk. En ik hoop over een jaar hier nog een keer langs te kunnen komen. Ik kom natuurlijk veel vaker nog, maar om dan nog eens de eindresultaten te presenteren. Heb ik nog een kleine schot voor de boeg in de zin van een aankondiging. Floris had het al over een hele leuke activiteit op 31 maart. Wij doen ook hele leuke dingen in die week. Samen met de Hans Hogeschool, Joey en Thomas zijn daar ook bij betrokken. We organiseren als onderdeel van het project Groen Blauw een Climate Café. En mochten er studenten aanwezig zijn hier in de ruimte en die week toevallig niks te doen hebben, niet naar een drijvend eiland hoeven, of interesse hebben om mee te gaan op Climate Café, laat het vooral weten, want we hebben nog een aantal plekken over. Dank jullie wel voor deze tijd. Leuk Ted, mooie presentatie. Ja, en met name die uitnodiging natuurlijk. Lekker naar buiten, zoals we vaak hier ook over hebben, dus heel mooi. Ik heb nog even wat dingen in de chat gezet, zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben. Dus een paar van die websites die Ted ook noemde, zoals TKI Holleweg en de HVA-site waar meer informatie te vinden is. En ook de locatie die de hoogste infiltratie ooit gemeten, Zoeterwoude, als je wil weten waar dat zit. En die filtjes, hoe zat het erbij? Het staat op Climate Scanner link erbij. Dus hebben jullie nog mooie vragen? Of wat vinden jullie eigenlijk van? Hedwig heeft een mooie vraag. Nou, ik weet niet of die heel mooi is, maar... Oké, kom er maar in, Hedwig. Ja, jij zei van als je weinig plek hebt, dan zou je daarvoor kunnen kiezen. Maar als je wel de keuze hebt, zou je dan eerder voor groene toepassingen gaan of toch infiltratie onder de weg? Ik denk uiteindelijk in een ideale stedelijke inrichting is het altijd een combinatie van beide. Tuurlijk, ik ben ook realistisch en ik kijk graag naar een boom en heb ook graag groene oplossingen in de openbare ruimte. Ook omdat dat een stukje verfraaiing is natuurlijk van de omgeving. Dus ja, als je daarvoor kunt kiezen, nou, dan zou ik dat zeker doen. Maar als je meters moet maken en je hebt die ruimte niet per se, dan biedt dit hele goede oplossingen. Ja, en zie je ook dat het effect daarvan, want ik was er even een tijdje tussenuit vanwege een telefoontje, maar zie je ook dat het effect van waterbergende wegen dat wat minder wordt, omdat er vervuiling in komt of dat soort dingen? Ja, dat zien we wel. Dat hebben we nog niet zozeer in dit project vastgesteld. We zien in ieder geval dat die capaciteit terugloopt met de tijd. We relateren dat wel ook aan vervuiling. Dat hebben we in de eerdere projecten, zoals infiltrerende stad, wel vastgesteld. Tegelijkertijd zien we ook dat goede reinigingstechnieken daarop loslaten een hoop wonderen verrichten, laten we het zo zeggen. En dat je daarmee echt wel tot competitieve oplossingen komt ten opzichte van de conventionele verharding. Dat zijn die stofzuigers. Onder andere, ja. Ja. Oké, dankjewel. Verder vragen? Als hij er niet zei, dan had ik er nog wel. Wel een paar sowieso. Ted, weer bedankt. Altijd een mooie presentatie. Weer fijn om te zien. Ook leuk om te volgen. Ja, want ik volg je toch stiekem nu en dan. Al een paar jaar. En dan elke keer weer vordering. Elke keer wat nieuws. Ja. Langzaamaan. Ja, nou ja, goed, zo gaat dat met onderzoek. Hè? Het gaat niet allemaal heel snel. Ja, veel data verzamelen. Maar een leuke nieuwe die ik toch wel vond, is sluit een beetje aan bij die vraag van Hedwig. Ja, dat gaat over de achteruitgang van die infiltratieverhardingen. En daar vond ik het toch ook al best wel dapper of gewaagd om daar een gemiddelde voor achteruitgang in te noemen. Want wat ik meteen dacht is van, ja, hoe zit dat met die variatie in die achteruitgang? Ik zie al een beetje knikken, maar is die variatie groot? Ja, die is groot. Dus inderdaad, en dat is ook goed om te benoemen, probeerde ik daar ook wel te duiden. Ik denk tegelijkertijd dat het
om toch een eerste inzicht te geven in de functionaliteit van die systemen wel de moeite waard om zo'n gemiddelde te noemen. Omdat het toch wel een kader stelt aan wat het kan en dat het in die zin meer kan dan sommige sceptici daarover verwachten en zeggen. Maar inderdaad, die variatie is groot. En wat lastig is dat het niet altijd even duidelijk is waar die achteruitgang door komt. En dan heb ik nog niet eens zozeer over de vervuiling, maar dan heb ik nog meer over waar in die weg, waar in het systeem stokt het nu als eerst. Want zo'n systeem is eigenlijk, ik bedoel, het is zo goed als de zwakste schakel, om het maar zo te zeggen. En of dat op het niveau van de ondergrond is die niet meer doorlaat. Of dat een infiltratiedoek is wat vervuild is en niet meer doorlaat. Of dat dat de steen is aan de bovenkant. Dat is nog heel lastig om op basis van de data die we nu hebben om dat vast te stellen. Maar daar proberen we in dit project dus iets gerichter een onderscheid op te maken. Zodat we dat beter begrijpen. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat vond ik ook mooi. En dan had ik meteen een beetje een vervolgvraag over. Want je had het al over inderdaad ondergronds meten met die verzadiging. Maar daar was ik toch wel benieuwd wat voor verschillende manieren daarvoor waren. Ik ken zelf ook wel wat manieren om dieper in de grond te meten. Maar het was mij niet helemaal duidelijk welke methodes daar nou precies voor toegepast werden. Ja, weet je, tenminste de manier waarop wij het doen dan in dit geval, ondergronds meten met verzadiging, is dat we, je hebt even heel sec twee manieren van toeloop natuurlijk. Ofwel via de kolken, ofwel via de straat. Dan wel passerend of doorlatend. En zeker in een systeem met kolken is dat eigenlijk het makkelijkst. Dan vul je dat systeem met kolken. Floris heeft daar een mooi voorbeeld van. Volgens mij zijn er video's van, onder andere in Zwolle. Waarbij we geprobeerd hebben dat systeem zo ver mogelijk te vullen. En waarin je in ieder geval met behulp van drukopnemers die vulling kan vastleggen en ook de lediging daarvan weer. Of je hem helemaal vol krijgt, dat is een tweede vraag. Hè. Dat is afhankelijk van de grootte van je systeem. Maar op die manier kan je hem vullen en in die zin natuurlijke wijze weer laten leeglopen. Ja, nee, oké, okay, ja, die begrijp ik. Ik zit zelf, hebben wij wel eens wat constant head manieren toegepast. Ja. En dan ga je ook onder de laag. Dat is dan weer puntgewijs en dan vul je het systeem niet op jullie manier, wat ik in principe ook mooier vind hoor. Maar daar was ik even benieuwd naar, want zo zijn er nogal wat verschillende methodes ook daarin. En dat willen we graag veel mensen ook weten, want het is wat je zegt, je wilt weten waar het probleem zit. En dat gemiddelde is wel een goede indicatie. Ik denk dat het ook wel leuk is om naar die hoge uitschieters te kijken. Maar waarom gaat het bij die paar plekken nou juist zo goed? Ja, want ik als beheerder wil wel tegen mijn gemeente kunnen zeggen van, nou, bij die omstandigheden, ja, dan kun je er toch wel van uitgaan dat het helemaal heel goed gaat. Ja. De twijfelgevallen, dat laat ik dan, dat moeten we dan soms maar in het midden laten. Ja, leuk. Er is een vraag van Jos. Ja, Jos was eerst. Ik zag ook Wim heftig knikken soms, dus misschien heeft hij ook nog wat. En Frits daarna. Eerst naar Jos. Ja, hallo. Hallo allemaal. HBO-adviesbureau heeft dat klusje in de Margrietstraat in Zoeterwoude-Rijndijk ontworpen. Mm-hmm. Waar Ted terecht zegt, zit Rockflow zit daaronder. Ja. Het is wel een specifieke keuze geweest om dat systeem toe te passen. Rockflow, omdat de gemeente het terrein wilde ophogen. Zoeterwoude is een gebied met een keurige westtransformatieopbouw met heel veel dikke, slappe klei en veen. Eigenlijk kan je daar niet infiltreren, dus we hebben een hele technische onderbouw gemaakt om ervoor te zorgen dat die bomen die er zijn ook een soort van waterbuffer hebben die ook seizoensoverstijgend water dan vast kunnen houden. Dat is dus een bewuste keuze geweest. Nou, daarbovenop hebben we een menggranulaat open fundering gebracht. En die fundering die heeft een holle ruimtepercentage van minimaal 30%. En die rockflow heeft 95% holle ruimte. Dus we hebben eigenlijk, zoals ook altijd mooie plaatje, je brengt een slootje terug in het gebied. En het staat aan of het Hedwig ook zegt van, wanneer pas je dat naartoe? Onder de straat en moet je dat koppelen aan groen? Nou, die koppeling heb je ook heel duidelijk gemaakt. Om in een gebied waar water eigenlijk, waar je maar één keer mee
één ding mee kan en dat is afvoeren. Dat willen we hiermee doorbreken. En het afvoerend mechanisme onder dit pakket is een drainage. Die alleen als nodig is overloopt op het hemelwaterstelsel. Want eenmaal afgevoerd ben je het kwijt en hebben die bomen er helemaal niks meer aan. En om even naar boven te denken. Al dat water kunnen we daar gigantisch infiltreren. En ik ben erg blij dat ik dat filmpje heb gezien. Dat zou ik graag gebruiken. Maar als eenmaal die filtjes verstopt raken. En dat zijn er daar zoveel. Dus dat gaat bijna niet gebeuren. Dan zegt de leverancier ook van ja, plaats noodkorken. Ja. En wij hadden het systeem ook allemaal zonder die filters aan kunnen brengen. Want we hebben inderdaad noodkorken toegepast. Maar die hebben we dan verbonden aan hele grote perforerende drains. Die ook in Heemskerk worden toegepast. Dus dit systeem zit vol met waterrobuuste oplossingen. En tenslotte naast die weg hebben we ook nog infiltratieroosters. Groene parkeerplaatsen gemaakt. En ja, dat geeft die straat. Het zijn eigenlijk woningen, kleine voortuintjes, klein trottoirtje. Het is ontzettend krap, één richting verkeer. Maar dan kunnen we een hele bulk water kwijt. En daarmee heeft Paul Geluk ook behoorlijk zijn nek uitgestoken. En heb je eigenlijk eind jaren 60, begin jaren 70 wijk ontzettend klimaatadaptief ingericht. En geef je die bomen ook weer een kans. Plus de eis van 20 centimeter ophoging hebben we eigenlijk gewichtsneutraal hebben gerealiseerd. Nou ja, ik wilde het kort houden, maar dat lukt me nooit. Nou, vol trots, Jos. Wat hartstikke leuk. Toch? Ja, en... Ja, misschien, we meten, er werd net ook een link gelegd naar de TKI Holleweg, stabiliteit. Mooi is ook, want er zijn veel vragen, als we dat water vasthouden, hoe zit het met de stabiliteit bij de weg? Op deze locatie en ook de Julianapark, wat ook een waterbergende weg is met schelpen in Zoeterwoude. Daar wordt ook met die scanner wordt gekeken wat mogelijke deformatie is. Dus het is dus een mooie weg. Trots op te zijn en ook omdat er zo gemonitord wordt. Ja, sorry, Jos. Een kleine opmerking. Dat plaatje van Wareco geeft ook aan dat bomen kunnen heel veel water opnemen. Maar zeker de oude manier van bouwrijp maken van woonwijken. Meestal zit in de straat nog een bak zand. Ja. En dat is in plaats gekomen van de klei die op de kant is gegooid bij de woningen. Dus je invloedssfeer van je infiltratiemaatregel is vaak heel erg beperkt. Dus weet als hogeschool ook waar je meet, wat je meet. Want de bodemopbouw in die straat is heel anders wat je daar omheen aantreft. Ja, helemaal mee eens. Kan ik niet beter zeggen en beaam ik helemaal. Ja, top. Leuk. Super. Bedankt, Jos. Wim, je had geen handje, maar ik heb het gevoel dat je iets wil zeggen. Klopt dat, Wim? Nou ja, die vervuiling hè, van die voegen bijvoorbeeld bij... waterpasserende bestrating, dat is een hele lastige. We zien in de praktijk, ik werk voor een fabrikant van straatbaksteen, dus dan kom je wel eens op werken waar het niet werkt. En bij de een is het vervuiling, bij de ander heb je het idee dat de voegmiddel bijna verbrijzeld is en er een soort kalklaag ontstaat. Dan pak je er een steen uit en dan kun je met je hamer nog niet eens door de straatlaag heen slaan. Dus er zijn heel veel kleine factoren die soms de boel verstoren. Wat je zei, Ted, het is soms nog niet duidelijk waar het nou precies aan ligt. Maar in die combinatie van materialen gaat het ook wel eens mis. En van oudsher ligt er natuurlijk veel materiaal wat, zoals we het in het begin hebben aangelegd, maar dan deden we het alleen in het parkeervak en niet in de rijbaan. Daar konden we niet goed reinigen. Dan zag je dat het vuil wat allemaal van de rijbaan afstroomt ook in dat parkeervak komt. En ik heb het idee dat we nu meer, zeg maar, het hele rijbaan infiltrerend maken en daar niet extra vuillast op hebben. Want dat is natuurlijk heel beperkt. Als je maar een klein stukje infiltrerend maakt, maar wel waar alles op afstroomt, dan heb je een veel grotere vervuiling. Dus er zijn heel veel factoren die meedoen. En ik ben bij een proef in Amsterdam nu betrokken met een steen. En daar gaan ze dus ook het trottoirwater passerend maken, zodat je die vuillast op beide houdt en dat niet afstroomt. Ja. Ik denk dat er nog heel veel te ontdekken is. Zeker, ik heb meegeschreven ondertussen. Okay. Dat is goed, er valt nog genoeg te onderzoeken. Er komen vast nog meer projecten bij. Ik zag Frits al knikken en heeft een handje omhoog. Frits, wat vind je er allemaal van? Ja, mijn vraag sluit er eigenlijk een beetje op aan. We hebben het voorbeeld voorbij zien komen uit Rotterdam, waar gemonitord wordt.
En ook wat langer. Hebben wij eigenlijk in Nederland beleid dat we er ook vanuit kunnen gaan dat we voorlopig ook data kunnen blijven verzamelen? Of zijn dit gewoon weer, toch weer na een jaar of na 2 jaar, verwatert dat weer? En we zullen heel veel data moeten verzamelen om zeg maar het proces waar je het over hebt, hè, om die een beetje in de vingers te krijgen. En met alle parameters en alle randvoorwaarden. Ja, ik denk, als je het over beleid hebt, ik denk nog niet, ik bedoel in die zin geen vastgesteld beleid. Ik denk wel dat, en dat is misschien nog des te belangrijker, dat er vanuit gemeenten steeds duidelijker wordt dat monitoring een startpunt is om goede keuzes te kunnen maken. En ook om die keuzes te kunnen onderbouwen richting bijvoorbeeld een college van BMW. En dat wordt vervolgens weer beantwoord met allerlei initiatieven rondom monitoring en ook normstelling. Bijvoorbeeld vanuit NKWK weet ik dat er nu een ronde aan de slag gaat met monitoring. Vanuit de RAW zijn we nu aan het kijken. Als het gaat over doorlatende en passerende verharding, hoe kunnen we dat toch op de een of andere manier terugbrengen, hoofdstuk 83. En vanuit de COP. Dus zeg maar, er loopt van alles op dat gebied. En dat duidt wel dat er een duidelijke behoefte aan is. Nog los van of dat daadwerkelijk in beleid moet vastgesteld worden. Maar met name de financiering voor jullie, die moet een bepaalde continuïteit in zitten. Want anders is het zonde van de dingen die we nu doen. Ja. Heb je genoeg geld, Ted? Dat vraagt Frits. Voorlopig wel. Ja, precies. Nou, en misschien qua aantallen is misschien ook wel goed te noemen. De publicatie die Ted al even noemde, waar we nu mee bezig zijn. Die teller staat op 82, hè, geloof ik, Ted, ja. Als ik het totaal. Ja, dat is de geschone lijst. Dus, precies, ja. We zitten boven de 100. Wij mogen in Nederland best wel trots zijn op zo'n aantal, denk ik. Zeker, hè, dus dat het budget is. Maar we moeten ook kritisch zijn. Ted heeft daar een hele mooie analyse op losgelaten. Er zijn zoveel factoren, wat veel van jullie ook zeggen, die debet kunnen zijn aan het niet goed functioneren of wel goed functioneren. Wijktypologie, geohydrologie. Er zijn zoveel soorten dat het heel lastig maakt om, ook al heb je boven de 100 locaties, om daar misschien zulke mooie analyses bij te maken dat je er gewoon in beleid kan zeggen van, nou, dit kunnen wij verwachten van een verharding. Dat is nog steeds lastig, maar ik durf wel te wedden. Ook de onderzoekers die internationaal bezig zijn. Er is geen land ter wereld, zeker niet qua klein kikkerlandje, die zoveel onderzoek heeft gedaan hiernaar. Dus ik denk dat we trots mogen zijn, maar ik denk ook wel dat de vrees van Frits heel terecht is dat dit moet ook blijven en die kennis moet ook gedeeld worden natuurlijk. Dus ik ben ook blij dat het onder andere bij Ted ligt, dat veel dingen open source zijn. Ik heb die publicatie van Infiltrerende Stad al even gedeeld ook, dus dat we hiermee door blijven gaan. Dat is heel belangrijk, denk ik. Dankjewel. Super. Sydney. Ik had nog een vraag voor Jos. Want begreep ik nou uit het verhaal dat jullie seizoensoverstijgend water bergen, wat dan dus voor de bomen bewaard wordt en weer toegepast wordt? Daar heb ik eigenlijk geen concreet voorbeeld van gezien dat het echt werkt. Ja, dat rockflow zit rond de grondwaterstand. Het heeft in principe een capillaire opstijging van zo'n 10 centimeter. Maar aan het eind, of onder het rockflow, hebben wij een drainage toegepast. Met aan het eind een opzetstuk. En die is afgeregeld op NAP min 1 meter. En het maaiveld zit op NAP min 0,30. Dus je hebt altijd een soort van ontwateringsdiepte van 70 centimeter. En onder dat niveau, als je dat 20 centimeter rockflow hebt zitten, dan heb je 10, 15 centimeter water beschikbaar over pak een beetje, heel veel vierkante meter straat. Nee, ik begrijp hem dan de werken, maar dan is het dus over capillaire werken waarbij je het lokale grondwater op dat moment benut. Ja, nou, dus meer het hemelwater, want het water loopt eigenlijk, het loopt gewoon weg als het te ondiep gaat worden, want je wil geen wateroverlast in de kruipruimtes van de woning. Maar het is wel zo, je kunt een waterschijf opboeien die door de platanen en andere mooie bomen in de buurt komt. Precies, maar ik dacht even dat je het had, dus over water opvangen in een bepaalde periode, wat je dan dus daadwerkelijk borgt, totdat je naar een droge periode gaat. Maar dit systeem werkt dan toch wel anders? Nou, het werkt in principe zo dat de meest hevige buien, dat zagen we ook in het voorbeeld van Heemskerk,
dat die vallen dan in de periode juni, juli, augustus. Op het moment dat wij lekker naar de zon vertrekken, dan vallen thuis die vreselijke rotbuien. En dat zijn net de periodes die je kan gebruiken om het water vast te houden. Wanneer die bomen het meest moeten zorgen dat die hittestress weggaat. En ja, dat is dus wel in hetzelfde seizoen. Nou ja, het is dus in het droge seizoen. En dat is hartstikke leuk. Maar het systeem werkt dus ook heel erg leuk als die verdamping van die bomen in de winter ophoudt. En dan zorg je dat het overtollige water, dat je dat dan... dat je dat afvoert op het moment dat je het niet nodig hebt. Dus je houdt jaar rond een evenwichtige grondwaterstand. Ja, hij houdt het meer in evenwicht, dat begrijp ik. Nee, maar dat was even een verduidelijkende vraag. Ja, want ik ben ook op zoek naar het borgen van water. Dat je het echt op kan slaan voor echt langere periodes. Dan heb ik het dus over een half jaar, bijvoorbeeld. Maar dit systeem dat werkt dan anders. Het is prima systeem hoor, maar dat is niet... Dat dacht ik even te horen en toen dacht ik, wow, dat zou wel een hele innovatie zijn. Maar zover is het helaas nog net niet. En dan slaat je het over schoon langs komen om af en toe een waterwagen erop los te laten. Hebben we het watertekort ook weer opgelost. Ja, onderzoeksresultaten zullen zeker interessant zijn bij deze locatie. En ook leuk dat Ted ook zei, hè, dus we willen over een jaar weer terugkomen. Dat we nog meer resultaten hebben ook te delen. Dus we lopen ook een beetje naar een afsluiting toe. Eva, dit is jouw onderwerp, hè, geloof ik, voor afstuderen. Als ik je even voor het blok mag zeggen. Nou, het is niet mijn onderwerp voor afstuderen, ik ben langs verschillende gemeentes, maar ook bij TED ben ik langs geweest om te kijken naar de ervaringen van de waterinfiltrerende verhardingen. En daar ben ik nu hard mee bezig met artikelen over schrijven. Ja, precies. Heel veel dingen die er werden genoemd, die kwamen me heel bekend voor. En ook in de gesprekken die ik heb gehad en de ervaringen waren dat wel echt beheer en onderhoud, maar ook aanleg en hoe gaat het nou in de toekomst met die waterinfiltrerende verhardingen werken, zeg maar. Dus dat waren wel allemaal bekende dingen die ik heel veel terug heb gehoord. Leuk. En je hebt Ted al gesproken. Dus misschien zijn al je vragen al beantwoord. Want we zitten hier eigenlijk voor jou en Erik en de studenten, laat ik het zo zeggen. Dus wat dat betreft, als je nog vragen hebt en je denkt van nou, ik heb die nog niet gesproken, dan nodigen we die uit, hè, in een Climate Café. Dus vraag gerust. En hoe was het voor Erik en misschien Jesse? Jullie zijn natuurlijk met een beetje een ander onderwerp bezig, maar op bedrijventerreinen. Is dit iets moois? Hebben jullie hier iets aan deze sessie? Ik vond het prachtig. Ja? Nee, ik kom, dat is ook de reden waarom ik ook steeds vaker aansluit. Is omdat je dus dit soort topics krijgt waar je wel eens wat van hoort, maar waar je eigenlijk niet serieus mee bezig bent geweest. En dat misschien wel wil of gaat doen. Dus dan heb je net even dat streepje voor. Leuk, precies. Ja. En trouwens, heel veel dingen die naar voren kwamen, hè, zoals Rockwool, die liggen ook in de proeftuinen. Hè. Dat zijn allemaal sessies die je terug kan kijken. Hè. Dus je kan op de website even zien van joh, Ted noemde Andy al, heeft hij dat verteld hier? Ja, dat weten wij, hè, de mensen die er altijd zijn. Kan je altijd terugzien, spectaculair filmpje van Zoeterwoude. Dus misschien ook voor Jos heel erg interessant, dus dat is maar heel mooi. Ja, voor Hedwig nog een... opmerking, vraag. Ja, nou, een vraag even. Ik wil nog heel graag ergens naartoe waar goede voorbeelden zijn. En dan mag Eva ook mee of andere mensen mee. Hartstikke fijn, want voor de gemeente Groningen zijn we natuurlijk ook met dit soort dingen bezig. Dus welke plaats zeggen jullie van Ted met name, daar moet je even heen, want dat is echt, daar kun je heel veel van leren. Dan kijk ik ook een beetje naar Floris hoor. Naar beide. Ja, ik welke bedoel, regio misschien? Jij woont natuurlijk in de regio Groningen. Ja, maar me niet zoveel uit hoor. Dus een trein gaat overal naartoe. Nou Ted, zeg jij het eerst maar, dan vul ik het aan. Ja, volgens mij legio voorbeelden ook in die contraien. Maar als we het dan over toch een aantal successystemen hebben, dan denk ik Heemskerk is zeker interessant. Omdat ze daar ook een hoop experimenteren en met succes. De Zoeterwoude is al gepasseerd natuurlijk. Rotterdam wordt een hoop toegepast. Net weer op een andere manier, maar ook succesvol. Die kunnen je overal heen sturen. Ja, eigenlijk. Precies. En misschien dichterbij, Apollolaan in Groningen, Hoogkerk, ligt iets fantastisch. Jij bent ook bekend met Climate Scan. Ik zou de link even delen. Dan zie je alle infiltrerende verhardingen in Nederland. Dat zijn al 300 die we zo'n beetje hebben vastgelegd. Als je in de legenda, daar zit zo'n zoekfunctie. Als je WBW intoetst, waterbergende weg, dan krijg je eigenlijk alle locaties die Ted ook noemde.
plus nog locaties waar we ook nog gaan meten, zoals Urk en noem maar op. Dan krijg je Zoete Wouden, ik had er al een paar gehad. Dat hoeft niet te zeggen dat ze goed functioneren overigens. Maar er zijn wel veel, die publicatie die ik noemde, die laat in ieder geval een paar hele hoge zien. En ik kan in de chat nog even wat dingen delen waar hele mooie staan. Zoals Hoogkerk is ook aan gemeten, dat is een van die oudere. En daar kan je gewoon op de fiets heen, Hedwig. Ja. Dus niets mooier. Dus je kan je eigen rondleiding ook maken dan door Groningen. Ja, die gaan we ook doen. Maar we willen ook wat verder van huis. We willen ook eens een keer gewoon even buiten de provincie kijken. Ja, er liggen juweeltjes. En Ted en ik hebben een publicatie geschreven over Zwolle. Die ligt er al 25 jaar. Dat vind ik dan een van de mooiste locaties. Dat is best indrukwekkend. En die ligt er nog steeds bij. En hebben we gemeten, is nog steeds binnen een dag leeg. Dus daar had dichtslibbing geen vat. Anders dan andere locaties. Dus dat is wel mooi. Ja, leuk. Ik heb misschien nog een hele ordinaire vraag. Want ik denk, gooi hem er gewoon in. Hè? Want stel je voor, je hebt best wel hoogteverschil. Nederland is dan best wel een vlak land. Maar ik kom bijvoorbeeld op best wel wat industrieterreinen. Waar je echt wel wegen hebt die dan zeg maar gewoon opeens 2 meter naar beneden lopen. En dan weer 3 meter omhoog. Als je daar nou zo'n weg op gaat leggen. Is dat dan ook nog iets wat je dan verder zou moeten onderzoeken? Ja, de meeste van dit soort functionaliteiten liggen toch in het vlakke gebied, wat dat betreft. Omdat daar waar de hoogteverschil is, dat water gaat stromen. En dan kijk ik misschien ook even naar de mensen met een beetje hoogteverschil in het gebied. Sydney, hebben jullie nog een beetje hoogteverschil? Ja, nou, het is wel grappig, want ik heb vandaag ook een overleg gehad over een klein artikel. En daarbij was ook de vraag van, kunnen we nou al wat vermelden over een minimale helling? En het antwoord was eigenlijk kunnen we daar nog weinig over zeggen. En ik zelf als gemeente zeg, doe het maar liever als het vlak is, inderdaad. Dus ik vind wel een mooi voorbeeld in Arnhem bij, de Reestraat, dat je dan toch trapsgewijs... Ja, daar kun je mee spelen natuurlijk. Een beetje trapsgewijs aangelegd hebt. Dus op die manier zou je het wel kunnen doen. Maar een helling is in principe niet de ideale situatie. Dat in ieder geval. Ik ken het bijvoorbeeld op de Hemrik, heb je zeg maar de andere Vondelingweg loopt daar doorheen en dan heb je er bijvoorbeeld een tunnel onderdoor. En dat is ook altijd de weg en de plek waar het, dat wordt gewoon echt een zwembad. Dan kun je gewoon letterlijk vissen en zwemmen als je een stortbui hebt. Dus vandaar. Maar, kijk, het ligt er ook aan wat je doet. Dus, hè, net als bij een wadi, die kan ook hellend zijn. En hij hoeft niet altijd helemaal vol te staan. Als je dat eigenlijk mee in het ontwerp neemt, dan heb je één punt wat gewoon beter moet infiltreren dan een ander op de helling. Maar dan maak je niet optimaal gebruik van de effectiviteit. Je zoekt liever dus een hellend vlak. Maar wij zijn bezig met een gebiedsontwikkeling vlakbij een kanaal. En we kijken wel hoe we met Maaiveld en met hoe je de wegen positioneert, gewoon via de wegen het water naar het kanaal kan laten vloeien. Ja. Dus je kunt ook spelen met Maaiveld. Zeker, ja. Precies. Er liggen een paar hele mooie holle, kolkloze wegen, zoals het heet. Als term zijn er ook heel veel voorbeelden. En met name in Groningen natuurlijk. Geen toeval trouwens, Hedwig. Dit is van Assen. Oh, precies. Bijna. Ook mooi. Ja, inderdaad. Ik heb de Reestraat in de chat gezet ook. Dat is de doorlatende verharding met het grootste verhang in Nederland. Het is geen wedstrijd, maar daar liggen mooie drempels ook die het water dan stuwen. En er zijn heel veel metingen gedaan. Dus die meetresultaten kun je ook vinden in wat artikelen die bij die link staan. Dus zullen we het laatste woord aan Jos geven, die zijn handje nog heeft. En dan gaan we langzaam naar een afsluiting. Jos. Ja. Wel een risico, ik ben nog wel lang van stof. Wat wel belangrijk is bij een waterbergende wegfundatie, ook zoals in Zoete Wouden Rijndijk, is dat je het inderdaad vlak houdt. Want waar je oppervlakkig denkt dat het misschien wel wat lastig infiltreren en eerder weglopen dan dat je het houdt op de plek waar het nodig is. Zorg ervoor dat je ook in die onderbouw, die gigantisch doorlatend is als er veel holderruimte in zit, dat je ook compartimenteert, dus er ook schermen in plaats. Dus getrapte funderingen voorzien van schermen. Want anders gaat denk je van het infiltreert lekker. Ja, maar het komt er 30 meter verderop, komt zo de straat uitzetten. Dat moet je ook niet willen. Dat passen we ook toe in engineering. En dat zeker de boeg waar jullie ook binnenkort op bezoek gaan, daar passen we het ook toe. Leuk. Dus mooi.
Ja, en ja, nogmaals, lijkt me ook heel leuk als, als Ted terugkomt om de resultaten te vertellen. Dat je er ook bij bent, Jos, bijvoorbeeld. Om eens te kijken, wat kunnen we misschien beter doen? Of misschien was dat al optimaal en moeten we alle wegen zo inrichten. Dus dat is heel erg leuk. Wat gaan we volgende week doen, Sydney? Ik weet het, maar jij vertelt het altijd leuker. Ik moet even heel snel kijken wat we ook weer hadden staan. Zal ik het dan maar doen? Maar ja. Volgende week gaan we het niet over iets anders hebben, maar ook weer over dit onderwerp. Het gaat over doorlatende wegen en met name de metingen die onder andere, Wim's wens was om Ronald Wenting een keer uit te nodigen. Daar begon het eigenlijk mee. En Ronald is ook iemand die met dit onderwerp bezig is, met name steenslag van wegen. Hij was bijvoorbeeld degene die de Zwolle 25 jaar geleden geïmplementeerd heeft. Ik noem hem, hij was mijn mentor toen ik begon bij Touw. Ik noem hem wel eens de Bob Dylan van de waterbeheersing. Nou, dat moet je meemaken volgens mij volgende week. En Erwin is er ook en die heeft op verschillende locaties ook metingen gedaan. En ook daar weer kunnen we natuurlijk verschillende vragen aanstellen. En benieuwd wat voor meetresultaten hij misschien nog heeft. Die bijvoorbeeld Ted en ik nog niet in de publicatie doen. Dus dat is denk ik ook een hele leuke week. Volgende week. Dus ja, zullen we het nu even kijken, afronden? We zijn al een beetje over tijd. Ja, ik had allemaal nog brandende vragen, maar die kunnen we of voor later of voor een andere keer nog. Ja, dat gaat dan weer dieper in op de stof. Dus ik denk, we weten eigenlijk wel zeker dat dit onderwerp toch wel terug gaat komen. En dat we jullie allemaal nog terugzien. Dus hartstikke leuk, weer interessant. Bedankt allemaal. En met name Ted natuurlijk. Ja. Goh, en ook voor jullie terugkoppelingen allemaal. Dat is heel erg nuttig ook voor het verdere verloop van het project. Dus dank jullie wel. En ik ben er volgende week ook graag weer bij. Hartstikke leuk. Nou, de link werkt elke week, zoals jullie weten. Je kan het ook terugzien. En je mag het ook doorsturen naar een geïnteresseerde collega. Alles is open. Dus dan sluiten we af, Sydney, denk ik. Ja. Toch? Hoi. Iedereen bedankt. En hopelijk tot volgende week. Mag ook online. Ja, alles mag. Hoi, hoi. Dankjewel. Hoi. Zo, even kijken. Ah, want wij kennen elkaar nog niet. Ja, nu een stukje beter. Ja, nu beter inderdaad, ja. Nee, ik vond het een heel leuk verhaal en ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met Nijmegen, maar we staan hier niet zo positief eigenlijk tegen infiltrerende verharding. Nijmegen is helft, hè? Heel veel heuvelen. Nou ja, positief is niet, het goede woord. Het is meer, we hebben wat slechte ervaringen en daarom zijn we wat terughoudend erin. Wat zijn de negatieve ervaringen dan? Nou, wij hebben hele goede voorbeelden. Ik zit zelf in het COP, waterinfiltrerende verharding. Daar ben ik mee, vanaf het begin af aan aangesloten. Wat is je functie en je rol eigenlijk? Als ik vraag maar. Ik zal me even introduceren. Ja, ik ben water- en rioleringsbeheerder van de gemeente Nijmegen. Mm-hmm. Ik zit eigenlijk een beetje op de, wat wij noemen de exotische of focusobjecten. Waaronder dus de infiltratieverharding, maar ook de wadi's, de infiltratieriolering. Nou, ook weer iets heel anders, oppervlaktewaters en duikers. Nou, dat is weer een andere hoek. Maar zo zit ik op best wel een hoop verschillende dingen. Ik doe ook gewoon riolering, doe ik ook. Van mij is wel gevraagd van me om eigenlijk kwam er bij ons een beetje de vraag van, hoe zit dat nou met die infiltrerende voorzieningen? Nou, veel te algemene vraag natuurlijk. Maar hartstikke leuk om op te duiken. Dus ik ben er nu al wel 4 jaar mee bezig. En in Nijmegen hebben wij een voorbeeld. De Voorstadslaan. Ik weet niet of die al in Climate Scan staat. Anders moet ik hem sowieso nog updaten. Maar dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe je toch een infiltrerende waterpasserende verharding is dat trouwens. Eigenlijk beter niet kan aanleggen. En dat is ook een pilot geweest en die is dan niet goed gegaan. Maar ja, eigenlijk is het gewoon, na die pilot was het ging niet goed. En dan is het niet goed. Zo is het eigenlijk een beetje je doet een pilot om te leren. Heb je het ook teruggebracht tot een conceptueel model van wat... Ik heb het over een pilot die 10 jaar geleden is uitgevoerd. Die uiteindelijk is opgehouden, ook echt bijna 10 jaar geleden. En die ik uiteindelijk weer onder de loep heb genomen met dus de vraag inderdaad van, maar waarom is het nou daar niet? Juist, daar gaat het om. Heel veel pilots gehad,
in de gemeentes. En ik heb de opname nou gestopt, dus dat kan ik wel zeggen. Die eigenlijk gewoon een beetje bijna voor de lol leken. Want het is, ja, we voeren een pilot uit. Nou, klaar. En dan is er geen geld of geen aandacht. En dan gaan we weer iets anders doen. Of nou, wij zoeken een andere baan. Ja, dat ook nog inderdaad. Ik had toevallig wel een projectleider die er nog steeds zat. Dus dat was, ik had ook al zoiets van, wou jij er niet meer mee doen? Ja, hij zei ook van, ja, prioriteit, druk, ja, goed, zo gaat dat. Maar ik vond het eigenlijk juist wel een hele mooie kans. Omdat je daar dus juist heel veel van kan leren. Ik ben toen ook het COP ingestapt. Ik hoor nou Ted over zo'n kansenkaart. En dat is precies wat ik zei. Van ja, we hebben hier een voorbeeld van eigenlijk een soort van rode plek op een kansenkaart. Waar je het niet moet doen. Maar daarmee kun je ook heel makkelijk weer de groene plek op een kansenkaart zoeken. Omdat je weet van, nou ja, als die factoren er niet zijn, ja, dan heb je dus meer kans. We hebben een plek, heel veel bomen, hoge verkeersbelasting, helling. De inwoners die gaan daar niet zorgvuldig met water om. Ze mogen wassen op straat. Een zoutstrooiroute zit er. Allemaal van dat soort dingen. Ja, het is echt hij staat als dat niet, wat je niet wilt, dat komt daar samen. Eigenlijk wel als we het nu de omgevingsdienst die laat er ook toe dat mensen hun vuilstortbakken erop zetten. Dat mag allemaal en dat gaat allemaal boven klimaatadaptatie. Het is een prachtig voorbeeld echt van hoe je het beter dus niet kan doen. Maar dat is voor mij geen reden geweest om er niet in te verdiepen en mee bezig te houden. Dus bijna een beetje tegen mijn gemeente, maar wel tegen wat collega's in, hou ik me er gewoon positief mee bezig. Maar wat ik heel erg merk is dus dat er bij ons in Nijmegen is er echt een beetje vanuit cultuur, vanuit 10 jaar geleden nog, ja, bijna een beetje taboe. Dat het echt is dat mensen zeggen, infiltrerende verharding, en dan niet eens een argument geven of zo. En dat wil ik eigenlijk wel veranderen. Want ik vind het gewoon een mooie techniek in welke vorm dan ook, als je maar rekening houdt inderdaad met de omstandigheden. En dat blijkt nou ook gewoon uit onderzoeken en andere ervaringen. Wat is nu je ontwateringsdiepte, drooglegging en wat voor formatie geologie zit je in? In Nijmegen hebben wij verschillende hoogtes. Hè. We hebben een heel hoog gedeelte in het centrum. Daar hebben wij infiltratieverharding liggen en daarbij is in principe de ondergrond en het grondwater is daar, ja, hij is gewoon 40 meter diep soms zelfs. Dus dat speelt geen rol wat dat betreft. Nou heeft een beetje het probleem wel dat ik soms denk van, nou, we hebben hier infiltrerende voorzieningen op zandgrond. Als het water spoelt, bij wijze van gewoon zo de Waal in. Dan denk ik ook een beetje van, nou, wat is de toegevoegde waarde nou van infiltratievoorzieningen? Want je kan het ook bovengronds naar de Waal afspoelen. Maar tegelijkertijd hebben we door die hoge zandgronden ook problemen met droogte. Vandaar dat ik eventjes dacht, als jullie dat water echt kunnen vasthouden over die daad, dan hebben we wel een goede oplossing. Dat is dus de geologie van Zoeterwoude Rijndijk, klei. Ja. Als je dan inderdaad tot aan die kluit van die boom het water er naartoe kan brengen, dan is dat natuurlijk mooi. En als de geologie alleen maar zand is, gestuurde formaties, zoals wij in Noord-Holland de Utrechtse Heuvelrug hebben als bekendste. Maar ja, de Veluwe is er ook een. En uitlopers richting Nijmegen. Dan heb je natuurlijk een probleem om dat water daar naartoe te brengen. Maar ga je bijvoorbeeld denken aan nieuwe plantplaatsen voor bomen, boombunkers of wat dan ook. Dan kan je natuurlijk zeggen van, breng een volume aan waar die boom van eerste grootte gaat vormen. En breng die aan op een slecht doorlatende onderlaag. En zorg ervoor dat je daar het water naartoe kan doseren. Ja, precies. Dat is dus ook waar ik een beetje aan zit te denken. Maar ik ben juist op zoek naar goede voorbeelden en partijen daarvan die dus een voorbeeld daarvan hebben. En zeker met dus in combinatie met die slecht doorlatende laag aanbrengen. Want dat is dus wat in Nijmegen gewoon nodig is. We zijn wel aan het kijken naar kleilagen die toch hier en daar zitten. Maar ja, zul je zien dat ze weer net niet op de handige locaties zitten en zo. Klimaatboom, waar Reco werd al genoemd, die heeft dan inderdaad een technische constructie voor hoe je een boom kan koppelen, bijvoorbeeld aan. Ik ken voor de bomen specifiek al wel, en wij hebben ook al zoiets. Op de Lange Hezelstraat ligt ook iets heel leuks. Dat hebben wij dan gecombineerd met ook nog een stroompje wat er uiteindelijk uitkomt. Maar daar vangen wij dus ook deels regenwater op, wat dan inderdaad in zo'n boombak geborgd wordt en gebruikt kan worden door die boom. Kan ook nog ververst worden.
zat toch wel een belang bij. Maar eigenlijk ben ik stiekem al iets breder aan het denken. Omdat wij best nog wel grote projecten hebben. Als beheerder kan ik dingen inbrengen. Hè. Ik ben niet de trekker van dit soort dingen, maar er wordt toch best wel veel geluisterd. En als wij dus kunnen zeggen van nou, we hebben een droog gebied en dat kan soms een gebied zijn, ter grootte van, moet maar even googlen, ter grootte van de helft van het Goffertpark. En je legt daar dus een infiltrerende straat doorheen en groen naast wat dus een niet doorlatende straat heeft, ja, dan zou je dus een heel gebied kunnen bemiddelen. Want die individuele standplaatsoplossingen, ik weet niet precies waarom, maar dat ligt bij ons. Kostbaar. Die zijn kostbaar. Dat is een van de redenen. En ze zijn toch ook weer wat lastiger te beheren. Dus wij zijn echt een beetje op zoek naar de manieren waarbij we een breder gebied nog kunnen beïnvloeden. Ja, en toch komen dan de infiltrerende verharding bij mij, naast Wadi's natuurlijk, wel op. En die infiltrerende verharding eigenlijk nog iets eerder, omdat je dan al in de bodem bezig bent. En Wadi die leg je juist aan, omdat je dan niet te veel hoeft te graven. Ja, nou, een Wadi in jouw geval van een Nijmegen en omgeving is heel simpel, omdat je geen technische ondergrond nodig hebt. Want het loopt toch wel weg. Ja, nou, we hebben ook Nijmegen Noord. En dat is wel, en nog de Lindel Dukenburg. Dat is wel heel leuk, want wij gaan van boven op naar beneden. En in Nijmegen Noord hebben wij kleiachtige en venige grond. Met grondwaterpeilen we hebben daar grondwaterproblemen, te hoog. Dus wij hebben alle gebieden eigenlijk. We hebben alleen gelukkig weinig zetting. Dat is wel weer heel, heel fijn, maar Maar wel even, Sidney, als je nu denkt aan, ik heb een hoge zandgrond, ik heb de bomen en die doen het niet lekker. Bedenk dan dat je misschien in plaats van het water weg infiltreert, want dan ben je het kwijt, gewoon zwaartekrachtse rollen laat spelen en het horizontaal laat afvloeien en zorgt dat die boom een watervasthoudende rol heeft. Daar zijn we ook mee bezig. Dat is ook een project. Passief bevloeien eigenlijk. Ja, alleen het ding is dus wel, we merken nou dat we daar waarschijnlijk niet mee halen. Dus we zitten nu al een beetje op, ik zit ook in wat ontwikkelingsperspectief groepen, dat we nou al aan het voortborduren zijn op de toekomst van nee, we willen echt water gaan bewaren. Misschien zelfs dus vanuit de winterperiode, wanneer de bomen het gewoon wat minder hard nodig hebben. Daar zitten we zelfs al naar te denken. Dus ik geef het even mee, maar ook die oplossing die jullie hebben, waarmee het meer eigenlijk gespreid wordt. En de gedempte effect van de hoge water en eigenlijk een langere benutting van die regenbuien. Dat is ook al iets waar we naar op zoek zijn, omdat we nu al merken dat het passief gebruiken van regenwater, daar lopen we tegen een hele hoop haken en ogen aan, op puur met ons rioolsysteem en de bebouwing. Dat we daar echt mee zitten van, dan moeten we echt hele wijken gaan ineens gaan platgooien om dat goed voor elkaar te krijgen. Of moeten hele grote ondergrondsprojecten. Nou, je hoort het al wel, het is een lastige. Dus we proberen dicht bij het groen, willen we kijken of we meer gaan vasthouden. Maar ik vind jullie optie dus wel eigenlijk ook wel voor in aanmerking komen. Want wij hebben bij onze droge plekken voor het geen waterinfiltrerende verharding liggen. Dat weet ik. Dus het voorbeeld waar we net over hadden. Hebben jullie daar, zal Ted ook wel hebben, maar een mooi overzicht van? Wij hebben het geëngineerd ook. Dus niet alleen geadviseerd, maar geëngineerd. Dus we hebben daar ook technische tekeningen van. En ik zou dat wel aan Zoeterwoude moeten vragen of we die tekeningen mogen delen. Dus als je mij even een verzoekje stuurt. Ja, dat dacht ik dat we dat doen. J.rood@hbadvies.nl. Eén moment, want ik zit buiten mijn werkomgeving om en dan moet ik even op mijn computer. Yes. Eén momentje hoor, dan ben ik er zo. Ik moet wel weer naar huis, hè? Ja, is het lekker thuis, hè? Wij moeten nog een tijdje sturen. Sorry, wat zei je? Jij zit lekker thuis. Lekker thuis? Jongen, ik smacht ernaar om weer naar het kantoor te gaan en onderweg te zijn. Het is echt niet leuk. Wij moeten nog steeds 100% thuiswerken. Oh, wat vreselijk. Ja, daarom. Dus het gras is groener aan de andere kant, hè. Maar
Ja, nee, goed, het is wel lekker dat ik inderdaad mijn eten staat om 6 uur klaar. Dus dat... dus we hebben een eindtijd, dat is mooi. Hey, dus even kijken, J. Rood, R-O-O-D. Ja. Apenstaartje. HB, Hendrik, Bernard, Anton. En dan advies, zeg maar, hbadvies.nl. Even kijken, met 2 A's of 1 A's? 1 A. A's. HB-advies, ja. Advies.nl. Ja, oké, okay, dan hebben we in ieder geval elkaar contact gegeven. Stuur gewoon even een mailtje met die vraag. En dan hebben we het er nog over. Nou, lijkt me leuk. Oké, okay, top. Nou, leuk. Hey, tot de volgende en keer. Leuk om mee te mogen doen. En tot later. Ja, doei. Hey, hoi. Dag.